Ik ben Pieter Hollewijn uit Krabbendijke, een dorpje vooraan in Zeeland. En ik ben geboren op 14/8/1931. We waren met z'n zevenen thuis, Krabbendijke. Dat lag tussen de twee Scheldes in. En ze hadden van de Nederlandse regering en ook van de Defensie, hadden ze verordineerd dat Krabbendijke met Rijmerswaal, zoals dat heet, een smal stuk die tussen die Scheldes ook onder water gezet zou worden. Dan konden die Duitsers, die konden niet vooruit, dat was de bedoeling. En wij werden geëvacueerd over de Westerschelde naar Zeer-Vlaanderen. Nou, stonden we allemaal, werd dat bekendgemaakt en voordien ook al met pamfletten, moest je je eigen opstellen in de straat. En dan werd je met paard en wagen of enkele auto's die er ook al waren natuurlijk, werd je afgevoerd en zo naar de overkant. Zoals wij dat noemen, Zeer-Vlaanderen. Er was eigenlijk, verwijshandelingen waren er niet. Dat kwam pas in 1944 Antwerpen bevrijd. En toen kwamen ze naar Krabbendijke. Maar dat ging niet, toen niet meer zonder slag of stoot. Want wij woonden tussen de Scheldes, maar 4 kilometer breed. Dus het was moeilijk te bevechten. En toen s'nachts, op 24 oktober 1944, eerst waren er nog een dag van tevoren schermutselingen geweest, waren die Duitsers aan het terugtrekken. En die hadden waar die boeren waren langs, waar we een mijn gelegd. En die vlogen de lucht in natuurlijk, met de boerenknechts erop. En één was er van dood. En op die nacht, toen was het zeer benauwd. 'S Ochtends, om 1:30 denk ik. Nou werd er zo geschoten. Nou woei het van de granaten. De ramen eruit in het huis. De gordijnen hingen te wapperen. En mijn vader en moeder die hadden alle matrassen die er waren en alle bedden in een huis op de keukentafels gelegd. Daar zaten we als rat en onder, bij wijze van spreken. Maar toen was het zo bang en zo hevig dat mijn vader in vrij gebed ging en om genade smeekte en behoud van zijn gezin. En dan ben je als jongetje van 11 jaar. Bij heel klein. Ik had een neef en wij hadden rechts de straten nogal. En s'avonds begonnen die halleren, die begonnen weer te schieten. Eroverheen over het dorp. En er stond er een kanon blijkbaar niet goed afgesteld. En die viel die renaat in de tuin. Hè? En die werd dodelijk getroffen, die jongen. Ja, die was ik denk een jaar of 20, 21. Is er een bommenwerper naar mij beneden gekomen, die had ik zelf naar beneden zien komen. De school ging net in. En ja, die was schade natuurlijk, gingen ze bombarderen naar Duitsland. En die kwam loeiend naar beneden. En ja, er zaten 9 mannen in. En die viel net precies in de Schelde. En die heeft mijn vader helpen bergen. Snap je? En dan waren de krabben, die waren al bezig aan die piloten om op te eten. Nee? Dat was, en de buurman van ons, dat was de timmerman. En er stonden er, dat vergeet ik nooit, 9 zwarte kisten in de Temmermans werkplaats. Hoe was het leven tijdens de oorlog in Krabbendijke dan? Spannend. Nou, de mensen die gingen gewoon naar hun werk natuurlijk, net als altijd. De werkten op land, de werkten op de veiling, de werkten op de conservenfabriek. En die hadden eigenlijk geen gebrek. Je kreeg natuurlijk bonnen. En ja, daar kon je het net mee redden. Maar ja, ieder mens had een varken. Dus ja, daar kon je heel lang mee op weg. En je had geiten, nee, daar moest je dan brandnetels voor gaan snijden en zo. En ja, dat was, dan werd je eigenlijk zelf voorzien. Tante, die was ook al op leeftijd, en oom ook, die hadden een Duitser in de kost, ook ingekwartierd. En ik denk dat dat een jongen ook was van 20, 21. En zoals er in de Bijbel staat, die at en dronk van hun tafel. En die zat met oom Bekoe te dammen en te schaken. En die ging gelijk met die mensen naar bed toe. En als die op verlof ging,
En een keer mijn verloven was, dan neemt hij uierzaad mee. Snap je? Naar Duitsland toe. En hij werd overgeplaatst, na een half jaar of zo, weet ik veel. En tante Annetje. Die stinkt te zwaaien. Want het was ook maar een jongen. En dan zeg ik, nou, ik ben 3 keer in Normandie geweest. En dan ga ik naar die kerkhoven toe. Maar ook naar die Duitse kerkhoven. Want die jongens uit Duitsland, Adolf en Werner, die werden ook door hun moeder uitgezwaaid. En nooit meer teruggekomen. Snap je? Kijk, en dat is het verschil. En die mannen die daar liggen, nee, in Duitsland liggen, dan ga ik op mijn knietjes. En dan dank ik voor mijn bevrijding. En ik ga ook naar die Duitsers.